Kev, duurt lang. Zit hier al een tijdje. Nou, ik weet niet of hij nog komt, Lars. Nee? Zou het ook zomaar kunnen zijn dat hij op de fiets komt? Het is donderdag 20 januari en we zijn terug, maar niet bij de toekomst. Want ja, de geruchten zijn daar. Ihattaren. Naar Ajax. En ja. Ik dacht, zullen we hem gewoon eens gaan ophalen? Ik hoop het. Nou, Bergkamp zullen we hier niet treffen. Dan maar, dan maar wachten op. Ihattaren. Ja, en we gaan het natuurlijk hebben over jong Ajax, de jeugd, contractverlengingen en Ajax 1. Yes. Dus let's go. De toekomst, Kev. We zijn weer begonnen. Jong Ajax afgelopen maandag tegen FC Den Bosch. We konden er niet heen, maar ESPN zond uit. Het is een wonder. Jij, lekker op een bankje liggen? Ik ben teruggekomen uit Aruba. Heb ik heerlijk op een bankje zitten kijken. Eerste half uurtje echt enorm zitten genieten. Onder andere van een Rasmussen die een kwartiertje aanstond. Na een kwartier had hij weliswaar geen zin meer. En voor de rest, van Axel Dongen vond ik weer geweldig. De eerste helft was ook de enige helft die speelde overigens. En Fitz Jim vond ik de beste aan Ajax kant. Banel viel in. Zijn debuut. Ja. Geen contract, wel een assist. Ik vind het is een leuk spelertje. Of hij uiteindelijk Ajax 1 gaat halen, weet ik niet. Het is geen van Axel Dongen qua talent. Maar leuk. Jij benoemde Banel, maar ook een debutant, al eerder Djamoumi. Ja, die heb ik wel vanaf Aruba mogen bekijken. Tegen Jong Utrecht inderdaad. Rechtsback Djamoumi. Deed het ook heel leuk. Wel als rechtsbuiten ingevallen. Dus, terwijl normaal staat hij meer teruggetrokken, toch? Ja, hij is een rechtsback. Maar wat me wel even... Ik zat me een beetje te erg aan Moussampa, hoor. Die maakte die maakt fout na fout na fout. En Lansana en Moussampa die hebben sowieso geen toekomst in Ajax 1. Dus ik vind ook, selecteer daar lekker een beetje door. Hè? Zet daar Aartsen of Gibson die is weer terug. Dat vind ik echt leuk om te zien. Zeker. Ook een verandering is... Onze topspits, onze topscorer, weg. Zwolle. Ja. Max de Waal, geen tattoo van een eend dit jaar voor jou. Quick, pack en kwak. Ja. Huh? Ben je blij dat hij weg Nou ja, blij joh. Ik gun hem het beste en voor mij mag hij het daar ook goed gaan doen. Alleen voor Ajax is het denk ik uiteindelijk niks. En ik ben benieuwd wie er die vacature gaat invullen. Tot nu toe is het Rasmussen. Boerhout kan het doen in de toekomst. Twijfel ik ook nog een beetje aan. Ja. We kregen ook nog een DM. Wat wij van Donny Warmerdam vinden. Want we hebben het daar nooit over. Nee? Zei de DM. Oh, de DM. Oké. Okay. Ja. Nou, ja, het fladdert af en toe. Maar ik vind het geen Ajax 1 materiaal. Ik vind het typische speler. Ja, het kan eredivisie speler worden. Maar... Nee man, dat denk ik nog geen eens. Okay. Nee, ik denk ook dat hij fysiek niet sterk genoeg is of zo. Nou, ik vind hem wel. Hij wordt wel eens centraal gebruikt omdat hij dan voetballend wat toevoegt. Ja. Hij legt de balletjes wel redelijk weg, zeker in het begin van het seizoen. Nee, ik maar ben hij geen speelt fan, wel altijd. Het is een beetje zo'n Leon Bergsma, die een jong Ajax altijd speelde. Maar hij speelt niet altijd, toch? Als je met Regeer en Telen speelt, dan... Nee, aan het begin van het seizoen speelde hij wel of Fitz altijd. Jim. Okay. Ja, nou, de eerste 10 wedstrijden van het seizoen? Nou ja, je hebt Fitz Jim, je hebt Telen en je hebt Regeer. Nou, hij speelt Regeer af en toe nog op rechtsback. Maar dan zal hij misschien ook wel eens spelen, maar... Nee, in het begin van het seizoen stond hij nog best vaak centraal achterin. Ja. Of verdedigende middenvelder. Je noemt Regeer. Contractsituatie, aflopend contract. Ja. En daar heb ik toch wel moeite mee. Ik zag laatst een interview van hem. Ik weet nou niet meer precies waar ik dat zag. Sorry voor het ontbreken van de bronvermelding. Maar... En dan gaf hij dan zo aan van... Ajax moest dan maar weer met een plan komen. Het even oude planverhaal. En dan denk ik, wat voor plan moet je horen dan? Ik bedoel, als je goed bent, dan speel je ook gewoon. Hè? Van Axel Dongen laten we zien. De Rami wordt voor 12 miljoen gehaald. Wat is het? 12 miljoen? Ja. Nou, vervolgens van Axel Dongen, die lijkt hem al voorbij. En bij Ajax speel je gewoon als je goed bent. Dus wat nou plan? Ja, maar hij zit er natuurlijk nu wel. Hij kruipt er naartoe, naar Ajax 1. Tenminste, hij zit relatief vaak op de bank de laatste tijd. En ik snap wel dat hij een klein beetje een idee wil krijgen van... Oké, wat willen jullie met mij? Zien jullie mij als rechtsback? Zien jullie mij als middenvelder? Oké, maar wat wil je dan? Toezeggingen of zo? Van je zit bij de selectie of je wil... Nee, ik denk dat een plan niet inhoudt toezeggingen. Ik denk dat het echt is van... Oké, we willen dat je op dit vlak ontwikkelt en dit vlak ontwikkelt. Als je dat doet, zien we jou als tweede rechtsback van Ajax 1 volgend jaar. Oké, nou goed. Ik zie er zelf ook niet echt per se een rechtsback in. Dus daar valt wat voor te zeggen. Ja. Aan de andere kant denk ik, je bent 17 jaar, je doet het hartstikke goed als aanvoerder van jong Ajax. Tuurlijk zien ze het in hem zitten. En tuurlijk gaat hij dan kansen krijgen in Ajax 1. Sterker nog, hij is al gedebuteerd in de beker. Ik neem aan dat hij vanavond ook speelt. Ja. Dus wat wil je nog horen dan? Want vanavond hoop ik sowieso wat spelers van jong Ajax te zien. Ja. En dan bedoel ik niet Jensen, maar dan bedoel ik Regeer, Unifar, Van Axel Dongen.
En ik hoop dat ze eindelijk met Unovar starten. En op 10 weliswaar. Want inderdaad, we zagen maandag weer, linksbuiten is geen positie voor hem. En dan wordt Linsson weer op 10 gezet. Terwijl Linsson, ja, dat is natuurlijk gewoon een beetje de verdrietige versie van Fido Dido. Ken je hem nog, Fido Dido? Van 7-Up? Zullen wij op zoek gaan naar Ihattaren en het over Ajax 1 gaan hebben? Ja, hou jij zo'n ballon? Oeh, dat is wel een leuk idee. Oké. Okay. Zo, terwijl we een beetje aan het wachten zijn, gaat die komen of niet? Wat is jouw trots of teleurstelling deze week? Nou Lars, het is natuurlijk heel verleidelijk om de twee goals van my man te noemen. Maar dat ga ik dus niet doen. Ik ga voor my second man, Gibson, ja. Die return of the legend. Want, nou ja goed, heel ander type dan dat we gewend zijn als verdediger bij Ajax. Maar ja, ik zie er wel wat in. En ja. Nou, terug van een blessure. Nou, ik zou het leuk vinden als die hierop door kan borduren. Dat is een goeie. Dat is een goeie. Het was natuurlijk jammer dat hij geblesseerd raakte. Zeker. Ja, ik heb naar dat interview zitten kijken met Davy Klaassen. En ik vond dat toch wel leuk hoor. Als je zo weinig speelt, als je rol echt minimaal is. Ja. Terwijl je zelf had verwacht dat je alles zou spelen. En je praat nog met zoveel trots over Ajax. Ja, dat vind ik vet. Ja, mooie vent. Ja, en als ik jou dan zie twitteren, hè, aankomende zondag, ja. De topper tegen PSV. Ja, mocht hij scoren, dan ga ik jouw baardje blond. Gaan blonderen. Ja, ik wilde altijd wat extra spanning op de wedstrijd gooien. Ja. Dus bij deze. Oké, okay. Nou ja, er komen weer wat mensen aan. Misschien. Die had daar. Zo, we hebben het geheim van Overmars eens even erbij getrokken. Want het duurt lang, hè? Nou zeker, lekker. Maar in combinatie met de wedstrijdspanning moet ik dadelijk denk ik wel even naar het kleine kamertje weer. Ja, want daar gaan we het nu over hebben. Terwijl we wachten, kunnen we het er uitgebreid over hebben. PSV Ajax, ja. Laatste overwinning in 2016. Maar voordat we er inhoudelijk op ingaan, hebben we natuurlijk ook dit jaar weer een lekkere delicatesse van onze mystery man. Even kijken. We hebben worstenbroodjes dit keer, Kevin. Willem 2, daar hoopten jullie al even op, want dan zat er wat lekkers te eten in. Hoe top! Een heerlijke worstenbroodje komt jullie ditmaal ten deel. Hopelijk is Kevin dan eens een tijdje stil. Geniet ervan met volle teugen, dan hebben jullie daarna een mooie wedstrijd om je op te verheugen. Nou, iedere keer weer een mooi gedicht. Nou, dit gaat er iets beter in dan... Ja, wat geef je net? Ja, op 5 Kovinskis is het geloof ik, hè? Ja. Nou, laat ik het 3 geven. 3 Kovinskis. Ik geef het ook 3 Larsjes. Nou ja, naar de wedstrijd. Ja. Ik zei het al even. De laatste keer dat Ajax daar won was in 2016. Wat verwacht jij? Nou ja, niet anders dan een overwinning. Het zou wel lekker zijn als je weer overheen knalt. Zou jij tevreden zijn met een gelijkspelletje dan? Nee, ik hoorde dan natuurlijk Bart Sanders zeggen in de wedstrijdeditie. En toen dacht ik van ja, een gelijkspel. Eigenlijk is dat niet genoeg voor mij. Nee. PSV, vind je het een goede ploeg? Nou ja, ze winnen iedere keer wel weer wedstrijdjes. Ja, niet voor niets dat ze boven ons staan. Maar ja, ik zag ze afgelopen weekend tegen Groningen. Dacht ik, nou ja, die zijn wel te kloppen. En ik vind ze verdedigend ook niet al te sterk. Daar waar wij aanvallend juist best aardig kunnen zijn. Ja. En ik vond Ajax tegen Utrecht ook gewoon heel behoorlijk. Dus ik heb er wel alle vertrouwen in. Is het een voordeel of een nadeel dat die Ramaljo er niet bij is? Nou, die is opbouwend vooral best wel aardig, vind ik. Nou, ik vind het wel een voordeel, want ik vind het best een aardige verdediger. En Obispo vind je minder? Ja, dat is door Aad de Mos vooral heel erg opgepijpt. Mm-hmm. Maar ik vind het geen bijzondere verdediger, nee. Nou ja, als je de rest van hun team ziet. Ik vind de aanval, hebben ze talent genoeg. Ze kunnen veel afwisselen. Ja. Ik vind hun beste speler Cody Gakpo. Het middenveld, ben ik nog niet heel erg van onder de indruk. Ze hebben nu natuurlijk Veermannetje gehaald. Ja. Nou ja, Baal je dat zo'n speler dan niet naar Ajax gaat? Nee, ik niet. Vind ik geen Ajax niveau hoor. Nee, ja, dat is leuk voor PSV. Ik ben blij dat ze hem gehaald hebben. Ja. Nou ja. En geen Eriksen. Want ja, dat gerucht ging ook. Dat gerucht ging ook, dat had ik niet zo leuk gevonden. Nou ja, er zou oriënterend gesproken zijn. Ja. Ja, in hoeverre, het lijkt me volgens mij dat hij naar Brentford gaat nu. Nou ja. Dat is een hele Deense enclave. Hè? Wat verwacht je van Ajax in Eindhoven, de manier van spelen? Nou, ik verwacht dat wij wel dominant zullen zijn, wat we meestal zijn. En PSV, ja, dat is wel... ze hebben natuurlijk wel toch wel wat snelle gasten. Ja. Kijk, net als die Vertesse, hij kan er niet zoveel van, maar hij is wel snel. Ja. En als die Veerman daar staat, ja, hij kan toch ook wel een mannetje in de diepte wegduwen. Dus daar moet je voor waken. Alleen,
Ja goed, Ajax. Normaal gesproken moet je gewoon winnen. En dan gok ik het op 0-2. Eén keer My Man en één keer Klaassen. Ja, ik zeg 1-3 voor ja. Ajax. Ik denk Tadic grote man met 2 doelpunten. En dan Anthony nog 1 keer. Ja. Ik hoop het ook echt dat Ajax hem pakt. En dat we gewoon weer bovenaan staan. Dat die rust terug is. Maar ik kan me niet voorstellen dat dit Ajax in een leeg Philips stadion verliest van PSV. Nee, maar het moet nog even gespeeld worden. Ja. Nou ja, ik vind het wel allemaal heel lang duren. Nou, ik verwacht dat hij gewoon met de fiets is gekomen. Dus ja? zullen wij maar lekker naar huis gaan? Ja, zo is het. Ja? Tot volgende week. Hey. Tjallas, laat een like hier achter.